Er ligt een houten bootje te dobberen in de branding. Het zeewater is groen en er drijft allerlei wrakhout in. De zee vertelt over de schepen die zijn vergaan en alles wat ze heeft meegemaakt. Maar dit bootje ziet er nog heel uit. Er staat een grote man met de rug naar je toegekeerd in. Voorzichtig stap je in het bootje. De man draait zich om. Hij heeft geen gezicht, maar toch straalt hij vriendelijkheid uit. Misschien is het wel een engel. Zachtjes vaart het bootje de zee op. De lucht wordt donker en het gaat plotseling heel hard waaien. De engel blijft rechtop staan. Het lijkt wel of hij zweeft. Slaat er een enorme stok in het water, vlak achter de boot. Het scheepje wordt met een grote schok naar voren gedreven, tegen de storm in. Het kraakt en witte schuimvlokken spatten op. Langzaam klaart de lucht weer op en het scheepje spoelt aan bij een vreemd landschap. De heuvels zijn hier puntvormig en er groeien geen struiken en bomen op. De grond is rotsachtig, maar toch heel zacht. En er is verder geen teken van leven te bespeuren. Het is heel stil. Alleen in de verte drijft een pikzwarte wolk, als een groot ei. Maar wat is dat? Op de berg staat opeens een lange man. Hij staart naar de top en de berg geeft antwoord. Ze blaast een rookpluim uit. Die berg leeft echt, want ze verandert opeens van vorm. En er klinkt een zacht gerommel als dat gebeurt. Bij een reusachtige boom zweeft een andere man. Hij lijkt op de engel in het bootje. Op zijn hoofd zit een stralende krans. Traag zakt hij naar beneden. Ik ben de heilige van de berg, zegt hij. Twee grote ogen kijken je verbaasd aan. Je mag hier niet blijven. Je moet nog verder zoeken. Moeizaam loop je verder. Heuvel op, heuvel af. En opeens zie je een dal met water in de verte. En een prachtig uitzicht. Die zwarte wolk is je al die tijd gevolgd. En nu schuift die voor de zon. Maar het wordt niet donker, want de wolk is doorzichtig. Met een gil valt een reus naar beneden. Ik heb het wel gezien daarboven, gromt hij. Maar waar is daarboven? En voordat je dat kunt vragen, klinkt een luid gejuich. En er komen nog meer reuzen aanlopen. En ze beginnen met elkaar te vechten. De bergen trillen daarvan. En de aarde schokt. En je rent in paniek naar een berg toe. Zijn echt wonderbaarlijk. Plotsklap schuift er eentje opzij. En nu? Nu sta je voor een groot huis. Vastgebonden aan dat huis zit een zwarte hond. En die begint heel hard te blaffen. Wat probeert die hond te zeggen? Het huis is helemaal leeg en kil. En het geblaf maakt een enge echo. Daar is ook die zwarte wolk weer. Hij zakt over je heen en je wordt opgetild. Zwevend langs de bergen komen er twee handen tevoorschijn. Ze vangen stralen van bovenaf op. Wij zijn de handen van de heilige Franciscus die met de vogels en de natuur kon praten,
murmelen ze. En dan komt er nog een zwarte wolk aan. Deze ziet er net zo uit als de bergen zelf. We zweven nog verder. Onder ons zien we nog vaag het landschap met kleine bomen her en der verspreid. En opeens steken er stokken rechtop in de lucht. Ze raken de grond niet. Maar als je dichterbij komt, dan zie je dat het geen stokken zijn. Het zijn lege huizen, vol met lege papieren. De bewaker, een grote reus, is er niet meer. En de papieren beginnen te fluisteren. Wij zijn de tekeningen vlak voordat ze geboren worden en naar beneden dwarrelen, zeggen ze. Ik ga naar een museum beneden, roept een hele forse. Ik ga naar een gewoon huis, piept een kleintje. En voorzichtig dalen ze door het rechtopstaande huis naar beneden. Maar je kunt ze niet beetpakken, want ze zijn doorzichtig. Ze zweven als vlokjes naar beneden en raken de hoofden van de kinderen en van de mensen, waar ze zacht in verdwijnen.